De krent van Amsterdam. Ja, het is een beetje. Ik dacht dat Amsterdam een beetje meeviel. De Amsterdam voor 30 mensen meer heeft gekregen dan vorige tijd. Dus nog geen krimp. Ik denk niet dat Amsterdam er veel last van heeft, een krimp. Merkt u ook erg het verschil van de tijd geleden en nu? Vroeger was het anders dan nu. Maar ja, de tijd verandert ook, hè? Ik ben in 1958 gekomen in Amsterdam. En toen vond ik het wel heel gezellig. Ik heb een zaag gehad en dan was het hartstikke druk met de koopavond. Ja, maar dat is nou niet zo. Ja, wat vindt u het verschil van nu en vroeger? Nou, ik vond het vroeger wel heel gezellig. Ik vind het ook heel gezellig. Die terrassen zijn allemaal vol met mensen. Dat was vroeger niet zo. Nee. Nu wel. Dat is wel een pluspunt. De krimp komt niet, vind ik, ervan. We hebben allemaal over krimp. De scholen worden kleiner en de scholen gaan dicht. Er worden weinig kinderen geboren. Als er meer mensen komen en daar is geen werk voor, dan moeten die mensen toch ander werk opzoeken. En dan gaan ze vanzelf weg, als heb ik gedaan. Toen ik hier kwam, was er ook geen werk voor mij. Ik ben geen landbouwer. Huh? Ik was metaalbewerker. En er is geen metaal voor. Dus ik moest ook wegtrekken op zoek naar werk. En er moesten grotere schepen komen. En zodoende zijn ze naar Appingedam gegaan. Daar kwam een nieuwe werf. Maar ja, daar zaten ze ook met dat Eemskanaal. Met dat sluisje wat toegang gaf tot het Eemskanaal. Ja. Die was ook weer niet breed genoeg.